dat was mijn jaar bij de KTM R69 Cup. Ik heb niet alle beelden, maar met de beelden die ik heb opgenomen heb ik een klein kort video van gemaakt met duel van foto's. Ik heb hier twee races naar meegedaan. Ik heb ontzettend veel geleerd, ik heb nieuwe banen leren kennen. Ik heb aan de grootste evenementen deelgenomen, IDM, World Superbikes, MotoGP, ontzettend leuk allemaal. Daarvoor wil ik Arie Vos bedanken, die heeft dit organisatie naar Nederland toe gebracht, de KTM Cup. Wat heel ontzettend belangrijk is voor de motorsport. Ik wil Joey Lintjes bedanken, de coach, die heeft natuurlijk veel tijd aan besteed en voor ons goede dingen geleerd. En is altijd zo heel goed gegaan vanaf de eerste dag al de KTM Cup. Dus daarvoor wil ik iedereen bedanken, de KTM crew, de mederijders, altijd gezellig was het. Dus bedankt iedereen. Volgend jaar, volgend raceseizoen ga ik wat anders doen. Ga ik het Nederlands kampioenschap deelnemen, de Pro Cup 1000. Dus ik ga van een RC390 naar een R1. Groot verschil. Ik begin mijn voorjaarstraining in Cartagena, zuiden van Spanje. Ik ben daar eerder geweest, heel leuk plek, heel leuk baan. En daar ga ik ook opnemen. Dus wil je meer zien van mij, volg mij op Facebook, YouTube. En dan komt het allemaal goed. Bedankt voor het bekijken van de video. Dat was het einde van de video.